is waar, het is allemaal gebeurd en niet eens zo lang geleden. Is er hier iets aan de hand? Gaat het brand? Wat zie ik daar? Zijn mijn vriendjes in gevaar? Zit het bos vol boze beesten? Of je huis vol gekke geesten? Zijn je spulletjes gestolen? Zit je weer op hete kolen? Ja, hoe zou het gaan vandaag? Misschien wordt het wel feest. We zijn terug van weg geweest. Lange reizen maken is leuk, maar het is minstens even leuk om na een hele tijd je vrienden weer terug te zien. En er zijn heel wat vrienden bijeen in dit feestzaaltje om Ferdi, Ozo en Snugger met een feest te verwelkomen. Dat daar ook de agenten Hogerop en Lagerwal bij zitten, hopend Ferdi eindelijk te kunnen arresteren, mag de pret niet drukken. Oh, tweemaal best onderhoog voor tafel vijf. Allemaal, ik ben geen duizendpoot. Vroeg of laat zal hij toch komen opdagen. Maar het is al bijna sluitingstijd, die komt niet meer. We blijven wachten. Eer hersennat. Met. Wat een prima idee, Tante Bella. Zo'n feestje ter ere van de terugkomst van Ferdi. Prima, prima, ja. Prima. Eigenlijk wel een domper, hè, zo'n feest zonder eregast. Ja, en dat terwijl we allemaal iets leuks hadden ingestudeerd. Ja, Grashopper zou toch nog een leuk dansje doen? Dat is nog zachtjes uitgedrukt. Nou, ja, weet ik veel. Meneer, het is een kruising tussen het Nationaal Ballet en de Moulin Rouge. Menno, dat is te veel eer. Hoewel, het is niet echt slecht, hè? Weet je, Ferdi is er toch nog niet, dan zij meent er nu. D'accord, dan trek ik mijn spits even aan. Muziek? Broer Jan werkt bij de ijsbaan, hij speelt het saxofoon. Broer Leen werkt op de hijskraan, hij zingt zo wonderschoon. Mijn moeder heeft een vogelkooi met twee mooie muizen. Maar als ik wil gaan dansen, dan haal ik mijn twee zussen. Neef Guus gaat met me mee, als ik ga vieren fluiten. En als ik zonder centen zit, zorgt papa voor de duiten. Ik heb ook een vriendinnetje om s'avonds mee te kussen. Maar niet om mee te dansen, dat doe ik met mijn zussen. Mijn zussen, zeg ken je mijn twee zussen? Anita links, Susanna rechts en ik sta daar dan tussen. Mijn zussen, wat vind je van mijn zussen? Als wij eenmaal dansen gaan, dan zijn we niet te blussen. Mijn zussen, zeg ken je mijn twee zussen? Anita links, Susanna rechts en ik sta daar dan tussen. Mijn zussen, wat vind je van mijn zussen? Als wij eenmaal dansen gaan, dan zijn we niet te blussen. Als wij eenmaal dansen gaan, dan zijn we niet te blussen. Wat een show! Prima! Prima! Daar gaat Arne. Hè? Oh! Aha! Daar kon er eentje niet langer wachten. Die gaan wij eens even aan het schrikken maken. Rob! 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 Je zoon heeft weer iets uitgevreten. Lagerwal, overgaan tot een hechtenisneming. Naar beneden, jij daar. Goed, dan gaan we geweld gebruiken. Hier jij, vlegel. Ik heb hem. Houd in aan de wet! Geef je over! Vergeven! Nou ben ik pas echt kwaad! Juist, ja! Kon je niet netjes even wachten met eiden tot we aan tafel gingen?
Als ze de tent willen afbreken, dan hebben ze buiten de waard gerekend. Het oud-Chinees spreekwoord zegt, zoals de waard is, verbuiten ze gasten. Kijk toch uit, heren, daar is pas geverfd. Pas geverfd? Ik zit vast. Zouden ze ons daarom Kit noemen? Zo, kom nou maar op. Het gezag bij de neus nemen, hè? Hier jij! Hier, Ja, gevangen aan tafel! Ja! Daar! Ja, daar! Ik zal je leren! Ja, pak hem! Wat leken jullie op elkaar? Als jij mijn zoon was, ging je over al mijn knieën. En voor jou is het nog altijd bloep, mevrouw, hè? Een gezellige sfeer is eigenlijk net zo veranderlijk als het weer. Van opgeruimde gezichten tot donderwolk, van vrolijke bui tot vliegende storm, van klaterende lach tot stortregen, er is maar één verschil. Een sfeer kun je nog een beetje in de hand houden. Caramba, Knuckles. Mijn broodwinning naar de haaien. Droog. Moet je nuttig kijken. Hey. Alle huizen zijn verdwenen. Iedereen is weggespoeld. Kijk, is er een hele rivier bijgekomen. Ja. Ik pas. Waterpas. Hoi, die twee hebben niks gemerkt. Ze zijn tenminste niet erg van de kaart. Poespas. Pas precies. Lijkt wel een badplaats, hè? Zo te zien heb gelukkig iedereen leren zwemmen. Oh. Hey, zien jullie wat ik zie? Die schoenen! Ja. Oh. Fanny! Oh. Ja! Ze zullen toch niet dood zijn? Ze slapen nog. Zullen we ze maar gauw wakker maken? Maar wel met muziek! Ja, ja, dan hebben we toch nog een beetje feest. Ja! Met een vrolijke fanfare en lekkere hapjes. Ik dacht dat ik nog wat in de ijskast had staan. Ja, gezellig! Hey! Het is niet te geloven. Als ze maar eten kunnen. Klaar, op, afgelopen. Basta! Au! Links, rechts, links, rechts. Een aaf rechts, een aaf links, een aaf rechts. Ja, vraag niet hoe, maar ik heb het klaargespeeld. Een echte fanfare. Attentie. Yeah.
maar... Jawel, maar. Maar, vrienden! Ferdy! Ah, die kever! Oh, zo jongen! Eindelijk, daar ben je! Ja! Caramba, wat een ontroerend weerzien! Ferdy, jongen! Wat is dat lang geleden? Jongen, wat hebben we in de rats gezeten? En hebben jullie je huis gevonden? Ja, gevonden en weer weggegeven. Wat? Ja, aan de luizenmoeder en haar kinderen. Ja, inderdaad. Wij kunnen toch altijd wel ergens slapen? Nou, dat zou ik niet zo hard zeggen, want alles is hier weggespoeld. We zaten met z'n allen op jullie te wachten toen plotseling een storm ons overviel. Ja, we hadden taartjes, drank, een goeie fanfare en alle oude vrienden waren weer bij elkaar. 18 het stuk, per express, weer of geen weer, de post blijft op zijn post. Duidelijk geschreven, goed gefrankeerd, snel gearriveerd. Ja, goedemiddag samen. Ik heb een brief voor Ferdy de Meer die op Eikenboslaan nummer 1 woont. Ja, Ferdy de Meer, dat ben ik. Geef die brief maar. Geef maar. Geen straatnaam, geen brievenbus, geen huisnummer. Geen brief. Zo doen wij dat bij de PTT. Maar meneer, alles is hier weggewaaid. Wacht maar eventjes. Ja, dat is dan jammer voor u, maar daar kan een bedrijf als de PTT natuurlijk geen rekening mee houden. Wel, edelgestrenge meneer de postbeambte. Huh? Mag ik u even voorstellen, Eikenboslaan numero uno? Ja, ik weet niet of dit helemaal volgens de regels van het postcodeboek is, maar ja, ik ben ook de kwijste niet. Meneer Ferry, uw brief. Ha! Gegroet. Open. Het is een brief van Lievelijn. Ze komt vrijdag. Ze wil vast bij me wonen. Bij mij alleen. Huh? Maar hoe kan ik nou met Lievelijn samenwonen als ik niet eens een huis heb? Ach, dat gaat doen met jou en Lievelijn. Ik weet het niet hoor, maar als jij een huis wilt, bouwen we dat toch even. Goed, maar wel onder deskundige leiding van mij als architect met een echte doordachte werktekening. Hoe was het ook weer, de omtrek van een cirkel? Dus tweemaal de straal plus eenmaal Pythagoras in het kwartet. Ja, ik heb het. Dat is een echte hondenkooi. Ik dacht dat dat verboden was. Klaar. Een ware symfonie van vormen. Mwah. Voor jullie staat de Johann Sebastian Bach onder de architecten. Nee. Vanaf deze plaats zal ik de bouw geïnspireerd kunnen dirigeren. Attentie. Hè? En waarom staan de notenbalken nog niet klaar? Hou me vast, ik doe hem wat. Ja, ik zou maar op als je straks het slagwerk gaat beginnen. Ja, een beetje bedrijfsveiligheid is ook nooit weg. Het is zeker een driekwartsmaatje. Ik ken een rups die geiten breidt, een spin die kan jong leren. Ik ken een wesp die wortel trekt, dus waarom zou een hout worden geen huisje dirigeren? Ik componeer een woning. Componeer een woning. Ik dirigeer een huis. Ik dirigeer een huis. Ik zwaai wat met zo'n stokje. Ik zwaai wat met zo'n stokje. Een keukenmens. Een keukenmens. Fornuis. Ik neem een handvol noten. Een handvol noten. Een snufje driekwartsmaat. Een snufje driekwartsmaat. Dan zwaai ik met dat Dan stokje. Dan zwaai ik met dat stokje. Totdat dat huisje staat. Mijn huisorkest speelt molto vivace. Er blijft ook nog wat ruimte vrij. Voor een binnenplaatsje. Voor een binnenplaatsje. Uw stemsleutel, maestro. Prima. Oh. Ja, hier is Henk van der Meijkever. Maestro, zou ik u een paar vragen mogen stellen? Ja. Wat inspireerde u tot dit meesterwerk? Het leven, de natuur, ach, het valt niet uit te leggen wat er omgaat in het geniale brein van een groot componist. Een zwembad. Ik weet zeker dat Lievelijn op zijn minst een echt privébad wil hebben. Vlug, wij moeten Ferdy waarschuwen. Ja, wat zal die blij zijn dat het huis zo snel klaar is gekomen.
Hè? Huh? We zijn er bijna, we zijn er bijna. Volgens mij is Ferdy gek geworden. Maar nog niet helemaal. Hé! Hey. Ja. Oh! Nou jongens, wat vinden jullie van mijn zwembad? Zwembad? Maar mondje dicht, het moet een verrassing blijven. Hoe ver zijn jullie daarboven? Ach Ferdy, het lijkt wel een echte wolkenkrabber. En wie gaat die wolken dan wel krabben? Dat beslist die architect. En wie is die architect? Oh zo, je kunt zeggen wat je wilt, maar hij heeft het heel mooi gedaan. Ik ben heel benieuwd, maar je moet me eerst wel even helpen het zwembad verstoppen. Hè? Zo, klaar. Ja, het moet echt een verrassing blijven, hoor. Kom op. Oh, dan moet het maar een verrassing blijven. Ja, surprise. Hoi, joh, daar zijn ze. Oh, die Ferdy, ja, het is nou geen tijd om in de zandbak te spelen. Oh, zo heb iets voor je. Wat? Moeten we daar wonen? Ik ben nog jong, ik heb nog een heel leven voor me. Zie ik het goed? Daar, op het dak! Oh, help, ik heb zo'n hoogtevrees. Snugger, hoe kom je daar nou? Ja, wist ik dat maar. Nou begrijp ik het, hij is op het dak gaan slapen terwijl wij het huis hoger maakten. Help! Tja, en aan een brandtrap heeft natuurlijk nog niemand gedacht. Oh nee, de hele handel stort in. Even kijken, ja, ik zie het al. Kom onmiddellijk van dat dak af, ik waarschuw niet meer. Wij vangen je wel op, spring dan vlug, snel, vlug, voordat het te laat is. Er valt er niet over te praten. Nee, het is nu of helemaal niet. Willen jullie niet even boven komen? Doe gewoon je ogen dicht en spring. Denk maar dat dit je bed is en dat je gaat slapen. Jongen, wat ben ik moe. Ik denk dat ik er maar eens in duik. Wel te rusten. Zie je, was dat nou zo erg? Goedemorgen. Ben ik nog op tijd voor het ontbijt? Wat doet die onbewoonbaar verklaarde kerstboom hier? Wat een ruïne! Kijk uit! Ik heb dit stukje grond gekocht en ik wilde eerst vragen of jullie hier een huis voor me willen bouwen. Maar nu ik deze sloot op hier achter me zie, denk ik dat ik die opdracht beter aan iemand anders kan geven. Gegroet! Maar, lievelijn, wacht nou even, lievelijn! Lievelijn, wacht nou toch even, liefste lievelijn. Ik heb er genoeg van altijd hetzelfde liedje. Elke keer als zij in de buurt is, daar Ferdy weer op instort. Ik kan het niet meer aanzien. Dit was lievelijn, uitgang, exit. Dat was een knippertje. Ja, zeg maar niks. Ik ben een mislukkeling. Nee, joh, je bent helemaal geen mislukkeling. Jij kon toch ook niet weten dat die tekening omgedraaid was? Weet je wat? We gaan gewoon weer opnieuw beginnen. Wat is dat nou weer? Slopen. Opzij. Ferdy, dat zijn die huizendieven weer. Opzij, nou zijn wij. En wij. Ja, en wij. Ha, met die schurk heb ik nog een appel of 10 te schillen. Wat een bouwactiviteit erop af, Henk. Bouwen. Zo te zien komt u net als die heren hier ook iets bouwen. Zou ik mogen vragen in wiens opdracht u werkt? Juffrouw Lievelijn. Lievelijn! Ja, na het eerste fiasco met Ferdy besloot zij de opdracht aan professionele bouwvakkers uit te besteden. Dus uit de stof van het oude vereist, zoals wel vaker, het nieuwe. Dat is mooi van u heren. Gelijk mijn redactie bellen. Ja. Goed, genoeg tijd verspild. Vooruit, alles met de grond gelijk. Oh ja, dat zullen wij nog wel eens zien wie hier met de grond gelijk gemaakt wordt. Slopen. Alles plat!
ze laten er geen gras over groeien. Hier komt toch weer de oprijlaan. Dat gaat zomaar niet. En met een zwembad erbij zal iedereen weten dat ik een echte filmster ben. En me dan met gepaste eerbied behandelen. Oh, smerige straathond. Als ik hier woon, komt er een groot hek en dan koop ik wel 100 rashonden, ja? Kom erop, Slammel. Ik lus je rauw. Goed, vrienden, we zullen zegevieren. Schrok. Kom erop. Kom dan. Eendracht maakt macht, mannen. Ja. Durven ze wel met zo'n panzerslak? Kom maar op. Waar blijven jullie dan? Ik veeg de vloer met jullie aan. Wacht eens, ik was het zwembad vergeten. Opzij! Niet nu! Vooruit! Oh nee, sla me niet! Ze hebben me toegedwongen! Hoe zou die nou het lekker smaken? Gekookt of gebakken? Dat is niet veel soep zo, meneer. Zo, dus meneer is niet eens te vreten. Ik ben geloof ik echt niet lekker. Wat moeten we dan met die bullenbak doen? Zegt u het maar! Zo'n bullenbak verdient het niet om in het bos te wonen. Die moet verdwijnen en nooit meer terugkomen. Mooi, dat is dan beloofd. Kom op, trekken, ozo! Ik wou dat ik ze nooit ontmoet had. Ik krijg ze nog wel. Ja, ja, ja. Is klaar, mag ik u namens de bouwvereniging de sleutels wel verhandigen? Vanavond geluk gewenst en al het aangenaam. Ja, ons huis, hè? Ja. Ja. Maar jullie zijn allemaal fantastische vrienden. Eindelijk hebben we een huis waar we allemaal in kunnen wonen. Laten we gauw naar binnen gaan. Komen jullie mee? Ja. Ha, lievelijn, hoe ben jij hier nou weer binnengekomen? Ik zag dat jullie de achterdeur open hadden laten staan. Oh. En toen ik dit huisje zag, heb ik me bedacht. Hoewel ik de grond gekocht heb, mag er toch één persoon bij me komen logeren. Oh, hoor je dat, Ozo? Er mag zomaar iemand bij de logeren. Jongen. Ik heb er haast geen woorden voor. Zoveel goedheid, zoveel blinde opoffering. Neem iemand anders maar in de maling. Wat een goede aard. Heb je de goedheid iemand over moeten geven? Wat krijg ik ervoor? Sta voor dan. Als jij dat verwaande nest niet onmiddellijk zegt waar het op staat, doe ik het. Maar je moet toch toegeven dat ze heel erg mooi is als ze kwaad wordt. Oh. Dat kun je toch niet ontkennen? Oh, nee! Nou, je kan niet zeggen dat ik je geen kansen gegeven heb. Nee, meneer Verdemier denkt het weer beter te weten. Ach, wat? Zou Lievelijn nog lang in haar eentje blijven wonen? We zullen zien. We zullen zien. Hou ze alle vijf omhoog. Pas heen en weer. Tot de volgende keer.